Ongeveer 1,5 jaar geleden heb ik het aandeel van Google gekocht. Dat heb ik gedaan met het idee voor de lange termijn. Als ik normaal gesproken kijk naar aandelen om te beslissen of ik ze wel of niet wil kopen, dan kijk ik naar de lange termijn, naar 3 tot 5 jaar of langer. En nou is er een moment ontstaan in de laatste weken waar ik steeds meer begin te twijfelen aan het bedrijf Google voor de lange termijn. Normaal gesproken verkoop ik een aandeel niet snel en kijk ik altijd goed naar de redenen waarom heb ik zo'n aandeel in eerste instantie gekocht. En is dat nog steeds in stand? Dan maak ik dus een fundamentele analyse. En als ik dus later ga twijfelen of me bedenken over een aandeel, dan ga ik kijken of ik nog steeds achter diezelfde redenen sta waarom ik toen het aandeel had gekocht. Nu wil ik dus weten, is er fundamenteel iets veranderd aan het bedrijf Google? En dat is waar we in de video van vandaag naar gaan kijken. Zijn er redenen veranderd waarom ik Google toen de tijd heb gekocht die ik nu niet meer zo goed of interessant vind? In de video ga ik dus alles bespreken hoe ik nu kijk naar het bedrijf Google. Onthoud wel dat dit geen financieel advies is, enkel hoe ik er zelf naar kijk. Doe dus ook altijd zelf goed je onderzoek. Verder ben ik ook heel benieuwd hoe jullie hierin staan. Wat vind jij van het bedrijf Google? En als je aandelen hebt in Google, wat ga je met jouw aandelen doen? Aan het einde van de video laat ik ook weten wat ik met mijn aandelen ga doen. Blijf dus zeker de hele video kijken om te weten wat ik met mijn aandelen ga doen. Dan gaan we nu beginnen en voor we verder gaan wil ik je vragen om nog even een duimpje omhoog achter te laten. En als je wilt beleggen, dan kan je het doen bij de Giro via de link in mijn beschrijving. Om goed te snappen wat Google doet, gaan we kijken hoe Alphabet haar geld verdient. En Alphabet is natuurlijk het moederbedrijf van Google. Nou, sinds 2020 kan je de business van Google in 3 onderdelen zien. De Google Services, de Google Cloud en de Other Bets. Nou, de core business van Google is natuurlijk de zoekmachine. Dus het webbrowsing, de mobiele operating systems, via waar ze natuurlijk advertenties kunnen aanbieden aan hun gebruikers. Het grootste gedeelte van de omzet, dus 92%, dat komt uit deze zaken. Daarnaast is er nog een Google Cloud die goed is voor ongeveer 7% van de omzet. Dat is dus niet zo heel groot en dat is ook niet gek gezien Google hierin toch wel achterloopt ten opzichte van de sterkste concurrenten Microsoft met Azure en Amazon met AWS. Persoonlijk denk ik niet dat Google het qua cloud gaat winnen van Microsoft en Amazon. En dat zeg ik echt vanuit mijn eigen ervaringen met de genoemde diensten. Zelf ben ik IT-consultant en werk ik met de clouddiensten. Ik heb ook met Google Cloud gewerkt en ik werk nu ook veel met de Microsoft Cloud. En ik denk zelf dat ik hier een vrij goede kijk op heb. En dit is dus echt een mening, dus niet gebaseerd op feiten, maar meer mijn eigen mening. Maar die onderbouw ik dus wel met mijn ervaring in het vakgebied. En ik denk dat Google Cloud echt een achterloopt op Amazon en Microsoft. En dat zien we natuurlijk ook terug in de omzetten hiervan en ook naar het marktaandeel van de bedrijven hierin. Ik heb hier even een overzicht voor me van ongeveer 1,5 jaar geleden, dat zie je Q3 2022. Daar zien we dat AWS 34% van de market share heeft, Azure 21% en Google slechts 11%. Daar zie je dus dat Google flink achterloopt. En ik merk ook in bijvoorbeeld Nederland dat Google Cloud gewoon veel kleiner is en dat er veel minder vraag naar is. En daarnaast komt ook slechts 7% van de omzet van Google uit, dus de Google Cloud. Het is een klein onderdeel waarvan ik ook denk dat het niet extreem hard zal groeien. En daarom gaan we vandaag ook voornamelijk focussen op de Google Services, dus de advertentieinkomsten. Dat is dus goed voor 92% van de omzet van het bedrijf. En in die Google Services vallen een hele hoop diensten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan YouTube, de Google Search, via waar ze natuurlijk veel advertenties aanbieden, het Android platform, de verkoop van hardware zoals tablets en Chromebooks en een hele hoop andere zaken. En dat is dus echt de voornaamste core business van Google, echt het advertentieinkomstenstuk waar ze hun meeste geld mee verdienen. Ik ga zo meteen nog even de cijfers laten zien, zodat je exact weet qua getallen hoe ze nou precies erin zitten en hoe zich dat heeft ontwikkeld over de afgelopen jaren. En dat is dus even in het kort wat Google op dit moment doet, wat het bedrijf is. En dan gaan we nu even kijken naar de recente ontwikkelingen in de markt en wat mogelijk een bedreiging kan zijn voor Google. Nou, je zal het vast al mee hebben gekregen. Een van die bedreigingen, dat is ChatGPT. Een AI chatbot waar al erg veel over gezegd is. Ik heb hier ook al echt een dedicated video over gemaakt hoe Microsoft en Google hierin staan. Mocht je daar dus wat meer over willen weten in depth, kijk dan ook nog even die video. Maar dan gaan we nu nog even kijken wat dat precies is en hoe dit impact heeft op Google. Maar in het kort is ChatGPT denk ik op dit moment nog geen grote bedreiging voor Google op de korte termijn. Het zou het wel kunnen worden in de lange termijn en niet alleen ChatGPT, maar er zijn natuurlijk ook verschillende andere AI-diensten die steeds meer gebruikt worden en in het dagelijks leven en heel veel impact kunnen hebben, ook op de business van Google. Nou, in het geval van ChatGPT zijn er gewoon nog te veel mankementen om echt een sterke contender te zijn voor Google. Ja, het is een hele handige tool voor bepaalde dingen, maar over het algemeen is Google toch handig voor veel andere zaken. Nou, een voorbeeld is bijvoorbeeld voor recente dingen. ChatGPT is niet up-to-date, die is slechts up-to-date tot 2021. Die moet dus echt geüpdate worden. Terwijl bijvoorbeeld Google echt gewoon up-to-date is en echt het internet scrapt voor alle data. Daarnaast zit er achter ChatGPT nog niet echt een businessmodel om geld te verdienen. Ook daarmee is het dus nog niet echt heel erg in staat om heel hard te groeien.
omdat ze nog niet echt inkomsten genereren. Al heeft Microsoft natuurlijk wel recentelijk een investering gedaan die mogelijk daarin verandering kan brengen. Ondanks dat, wat ik net benoem, ziet Google toch in dat het wel echt een gevaar kan zijn voor hun bedrijf. Logisch natuurlijk, want er is gewoon veel aan de hand in die markt, in die wereld. En Google ziet het ook in. En daarom heeft Google ook recentelijk aangekondigd $300 tot $400 miljoen te investeren in een soort concurrent van ChatGPT, namelijk Anthropic. Dat is een AI-bedrijf waar Google dus flink in investeert om op die manier ook zelf meer met AI aan de slag te kunnen gaan. En dat bedrijf is nu zelf ook bezig met het ontwikkelen van een soort chatbot, net zoals ChatGPT, die ze willen gebruiken voor de Google Search Engine en de Google Cloud, net zoals Microsoft dus ChatGPT dat wilt laten doen. Deze investering is een paar maanden geleden al begonnen, geeft Google aan. Echter hebben ze het pas de afgelopen week naar buiten gebracht als reactie op het gedoe met ChatGPT en Microsoft. Nou, de vraag is dan dus ook, zijn ze hiermee op tijd? Microsoft is natuurlijk al een jaar of drie bezig met ChatGPT en lijkt daar echt op voor te lopen. En dat kan dus ook wel echt wel impact hebben op Google. Ik denk namelijk dat ze een beetje te laat zijn en een beetje achter de feiten aanlopen als het aankomt op AI. En als de AI zo snel doorontwikkelt, ik was altijd een beetje sceptisch, AI, het is heel interessant, maar in hoeverre gaat het nog goed gebruikt kunnen worden? Nou, we zien nu met ChatGPT dat het ook echt hele handige use cases heeft en steeds meer kan. Het zou dus heel goed kunnen dat Microsoft en ChatGPT langzaamaan wat marktaandeel van Google kunnen afsnoepen met die technologieën in AI. En als we dan kijken naar het marktaandeel van Google als het aankomt op advertenties, dan zien we dat ze al jaren marktaandeel verliezen. Alhoewel dat niet funest hoeft te zijn, gezien de markt flink groeit, is het wel tekenend voor Google. En met een nieuwe ontwikkeling kan dit nog wel eens verder gaan zakken. Google is namelijk sterk afhankelijk van onder andere de search engine om veel advertenties aan te bieden, maar ook zo om meer data te vergaren van gebruikers, dat ze steeds beter gerichte en getargete advertenties kunnen weergeven aan de gebruikers. En als dus steeds meer traffic weggaat van Google Search en dat soort zaken, dan zal je ook steeds meer traffic genereren op andere zaken, wat ervoor zorgt dat Google minder data in handen heeft. En data is echt de key voor Google om goed geld te kunnen verdienen. De ontwikkelingen in deze markt zijn voor nu dus misschien nog niet heel cruciaal, maar het zou er wel voor kunnen zorgen dat Google wat meer in een neerwaartse spiraal belandt. Het marktaandeel van Google qua advertenties zakt dus al een tijdje. En dit kan er zeker voor zorgen dat het nog wat verder inzakt, wat dus mogelijk de business van Google kan beïnvloeden. En als we even kijken naar de laatste kwartaalcijfers van Google die recentelijk zijn aangekondigd een week geleden, dan zien we ook dat het bedrijf Google niet zo heel veel meer groeit in omzet. En sterker nog, de omzet in de core business, die is gezakt. Namelijk in de Google Advertising. Als je dus even kijkt naar kwartaal 4 van 2022, dus dat zijn de cijfers die ze recentelijk hebben aangekondigd, dan zie je dat ze year over year, dus ten opzichte van het vierde kwartaal van 2021, iets zijn gezakt in de Google Advertising. Verder zien we ook dat als je het hele jaar bekijkt, dat er wel een groei is van ongeveer 10% in omzet, maar dat de winst flink is gedaald. Van 76 miljard winst naar 59 miljard winst. Oftewel 17 miljard minder winst dan het afgelopen jaar. En Google heeft namelijk relatief gezien kleine groei doorgemaakt in omzet, maar wel veel meer kosten gemaakt. En daarnaast is het bedrijf flink gegroeid, van 156.000 medewerkers naar 190.000 medewerkers, dus 34.000 medewerkers meer, maar bijna dezelfde omzet. En dat zorgt er dus voor dat het niet zo'n goed teken is, en daarom hebben ze dus minder winst gemaakt. Nou hebben ze recentelijk ook aangekondigd 12.000 medewerkers te ontslaan, dus daarin zullen ze uiteindelijk wel wat gaan besparen. Nou, als we verder kijken naar wat de analisten van Google verwachten, dan zien we dat er een groei wordt verwacht in de earnings per share. Echter is dat heel minimaal. De verwachting is nu dat ze in het hele jaar $5.09 winst per aandeel gaan maken in het komende jaar, dus 2023. In 2022 waren deze verwachtingen $4.94, dus 15 cent lager. Maar dat viel een stuk lager uit omdat ze elk kwartaal minder hebben gepresteerd dan werd verwacht. Zo hebben ze uiteindelijk maar $4.55 winst per aandeel gemaakt. De huidige PE-ratio van Google is 22,11 en dat is daarmee een beetje marktgemiddeld of iets daaronder zelfs. Dus in dat opzicht zijn ze niet te duur, zou je zeggen. Als ik dan vervolgens even de aandeelprijs erbij pak en de verwachte EPS van het aankomende jaar, dus de earnings per share, en die delen we door elkaar, dan kom ik uit op een PE-ratio van bijna 21. Oftewel, de forward PE-ratio voor 12 maanden die blijft een steek op 21. Niet bijzonder hoog, maar er is natuurlijk ook niet heel veel groei. En dan mijn conclusie over het aandeel Google. Ik denk dat Google en Alphabet dus niet te duur geprijsd is. Ze zijn redelijk met een fair value geprijsd. En ik denk ook dat het aandeel zeker een beetje met de markt kan meebewegen. Alhoewel er bepaalde risico's zijn voor de lange termijn, denk ik dat het voor de korte termijn niet zo'n hele grote impact zal hoeven te hebben. Maar toch ben ik wel van mening
dat het voor de lange termijn wel risico's heeft, steeds meer risico's heeft. Er is wel echt wel fundamenteel iets veranderd. Het is niet meer een bedrijf dat gigantisch hard groeit. De omzet die groeit na het afgelopen jaar met iets van 10%. De verwachting voor het aankomende jaar is ook maar niet een hele grote groei. Ik zag wel dat ergens dat analisten verwachten dat ze vanaf 2024 en 2025 weer meer gaan groeien. Echter ben ik er een beetje sceptisch over, omdat ik niet zo goed weet wat er gaat gebeuren in die markt. Zoals we hebben kunnen zien is de winst flink gedaald en ik ben heel erg benieuwd hoe dat verder gaat ontwikkelen. Maar als we dus kijken naar Google, is het niet meer zo'n harde groeiparel dat het ooit is geweest. En als ik dat vergelijk met de cijfers van anderhalf jaar geleden, ziet het er ineens een stuk anders uit. En daarnaast is het natuurlijk ook nog eens het gedoe in de AI-markt dat er steeds meer ontwikkelingen zijn die Google over de komende jaren wel eens minder relevant kunnen maken. Ik denk dat Google over 5 jaar, misschien wel 10 jaar, nog steeds de grootste zoekmachine is en nog steeds een grote speler is in de online advertenties. Maar ik denk dat het marktdeel of het marktaandeel van Google daar steeds verder in zal afnemen. En dan vervolgens rest de laatste vraag, wat ga ik doen met mijn aandelen? Nou, ik kijk het even aan. Ik wil mijn aandelen uiteindelijk gaan verkopen in de korte termijn na het zien van alles wat ik nu heb gezien. Ik denk dat Google dus prima kan presteren en denk ook dat het prima kan zijn om ze te houden. Alleen denk ik dat er wel aandelen zijn in de markt die mogelijk beter zijn dan op dit moment dan Google is. Ik heb op zich nog geen nieuwe aandelen op het oog en daarom verkoop ik het nu nog niet. Ik laat het geld nog even in Google staan om te zien wat er gebeurt. Maar ik verwacht wel deze maand of volgende maand mijn aandelen in Google te verkopen, zodra ik een nieuwe plek heb gevonden om het geld in te investeren. Ik vind Google dus geen slechte investering. Het is best een prima investering, denk ik. Alleen voor de lange termijn denk ik dat er echt wel betere dingen te vinden zijn dan Google. En daarom verkoop ik nog niet direct, omdat ik er geen spoed achter heb. Maar zodra ik een nieuw aandeel heb gevonden waar ik mijn geld in wil stoppen, of een andere plek heb gevonden voor het geld, dan ga ik mijn aandelen in Google verkopen. En gaan we dus een nieuwe positie openen. Nou, dit was dus even in het kort mijn visie over het bedrijf Google. En dan weet je een beetje hoe ik erin sta. En ben je benieuwd naar een duidelijkere uitleg over de situatie omtrent Microsoft, Google en ChatGPT? Klik dan op deze video om daar meer over te weten te komen.